Ja, kappensticht uiteindelijk. Mijn kappensticht. Mijn kappensticht. Riemen vast. Ik zit vast. Nee, riemen zijn vast. Lotus eruit, staartje dus eraf. In de richting noordwest. Ik hoop dat hij blijft zitten. Best. Instrument, snelheidsmeter. Checked. Variometer. Oké, radio 123,35. Stuurorganen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles is vrij. Trim. Helemaal naar voren. Trim naar trim. Het koppelmechanisme kan ik bijkomen. Open. Dicht. Gelokt. En een kleine bruine graag. Mag ik het zien? Oké. Okay. Dicht. Startplaats vrij. Dicht. Startplaats is vrij. De lier is vrij. Bovenkant. In de richting. Noordwest. Nog een keer. Hij is open. Dicht. Hij moet leren. Alle beginnen is moeilijk. Ik was het niet eens met startbaan vrij. Er stonden twee mensen voor je kist. Startbaan vrij betekent ik ben klaar om te starten. En dan moet, dat is eigenlijk wat, dan moet iedereen weg zijn. Oké. Okay. Startplaats is vrij. Ja. Boven de lier is vrij. Niemand op circuit. Dus we kunnen starten. En de windrichting gecontroleerd. Die is nog best nog steeds. Dat kan. Jij, vriend. Even voor de goede orde. Ja. Daar komt ie. Startplaats nog steeds vrij. De 100 meter heb ik niet gedaan, Tami, maar we zijn er voorbij. We zijn er voorbij al lang. Ja. Had ik eigenlijk wel. Kijk, ons koppelen en kleppen zijn dicht. Snel uit. Dus, en we gaan naar links. Draaien, alles vrij. Het kist links van ons. Dan gaan we recht hoor. Het beste stijgen is namelijk recht voor ons. Je ziet daar die zwarte plek in de wolk. Ja. Die gaat het doen. En tegen de wind in boren met meer dan de 100. Kijk, dit is een beetje hier een straatje, dus je moet een beetje zoeken. Maar als je 23 zat, dat zou ik daar gaan zitten. Als je een nulletje hebt, ga je de snuiter uittrekken. Ja. Ja. Dat is wel niet.
is het links onderhand. En die draait wel. Ga je in hoor. En draait tegen hen in, hè? Ja, hij is lager, geeft niks. Ik ben aan wel. Ik had 300 meter ongeveer. Heel goed. En ja, we gaan het niet redden. Nee, dus niet. Ik ga. Dat is een fabriek. Gaan we weer naar okay, jij neemt het sluiten. Gele groen, Delta 23, downwind. Ik meld dat we over landgebied beginnen, Kami. Ja. Snelheid is. Onder de 9. Vier en uit. Belgische klep hebben we niet. En water hebben we niet aan boord. Delen grond. Whisky Sierra. Downwind. Whisky Sierra gaat de overlandse pier maken. Over. Ik zie daar een veld. Ik ga er gebruik van maken. Ja, dat is 9. Jij hebt hem. Ik heb hem. Kijk, maar als je over landen vliegen bent, probeer je dat mee te pikken. Hè? Ja. Hier zit een bel namelijk. We even zien dat je het kan vinden. Ja, het is hier. Gaan we draaien, het lierpad is vrij. Ja, gaat even zoeken, je blijft zoeken. Je weet waar je veld ligt, hè? Dat is jouw spot. Dankjewel! Hou vast. Goedemorgen. Ik ga naar mijn veld toe. Okay. Er zit een lage hoogte. We gaan nu plassen. Nou, nu ben ik ook al. Ik zie daar een mooi veld. Snelheid 90. En nu gaat het goed. 95 mensen, snelheid. Snelheid is vrij. Ik zie een raar grasbolletje. Ik zie stukjes. Ja. Dan gaan we naar rechts. We zijn aan het motor aan het. Hoogte is ongeveer 70-80 meter, denk ik. We gaan hem kort indraaien. Zien we wel nog steeds. Nee, dat is handig.
daar een paal staan, voor het veld. Gaan indraaien, staan uit de voetenlijn. Staan uit 100. Nou, prima toch? Dit is toch een leuke oefening, of niet? Ja, super, super, super leerzaam. Echt. De enige opmerking die ik erbij zou willen maken. Je deed vloog het netjes. Maar probeer die snelheid niet te hoog te laten zijn. Alfa Bravo. Want we hebben namelijk nu, maar als jij een kort veld hebt en je komt met 110, 120 aan, dan kost je gewoon 100 meter langer door. Ja. Dus als jij gewoon in staat bent om dat ook standaard te doen, dus gewoon 90, dan zijn gewoon twee reden stil. Ja. En er is helemaal geen reden voor oversnelheid. Ja, die plakken die... Ja, de enige reden waarom ik het nu...